Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag woensdag. Het is alweer woensdag, het gaat super snel vragen. Ik had super hard. Ik ben inmiddels wakker. Het is bijna 7:30. Het is nog niet eens 7:30. Ik ben eigenlijk vanaf 6:45 al wakker. 6:30 denk ik zelfs al. Ik heb heel onrustig en gek geslapen vannacht. Dus ik zal vandaag ergens wel denk ik even gaan inkakken. Want ik heb echt heel weinig geslapen. Maar het is dus nu wel zo dat ik zo meteen even naar de winkels ga. Ik moet vandaag naar de Aldi. En ik moet vandaag naar het centrum. Ik moet even naar de New Action. Dit is namelijk de Action bij ons in het centrum is verbouwd. Dus ik dacht, ik ga dan gewoon lekker gelijk daar kijken. Ik heb dit aan vandaag. En dit is iets anders dan dat ik normaal aan zou doen. Ik heb dit colletje aan van de Zeemannencollege vandaan. Let niet op de BH die eronder zit. Het is een groene BH. Maar deze zit gewoon heel erg lekker. Dus ik dacht, ik doe deze lekker aan. Maar je ziet hem wel behoorlijk, moet ik zeggen. Maar ik heb er schijt, want voor de rest ben ik toch lekker thuis. Ik heb een zwarte broek aan. En ik heb mijn witte Nike's aan. Ik heb mijn smartwatch weer eens omgedaan. Dus dat is ook top eigenlijk. Ik heb een beetje make-up opgedaan, zoals je misschien wel ziet. Ik heb wat oogschaduw, mijn wenkbrauwen, mascara, wat concealer onder mijn ogen. En wat highlighter opgedaan, voor de rest niks. En het bevalt me wel weer. Ik heb heel kort weer een tijdje gehad dat ik echt foundation op wilde. Maar nu gebruik ik die foundation echt puur om alleen een beetje onder mijn ogen en wat plekjes weg te werken. Voor de rest lekker helemaal niks. Dus dat is ook ergens wel heel erg fijn om heel eerlijk te zijn. Dus ja, ik heb wat anders dan dat ik normaal zou doen. Ik let trouwens niet op de natte plekken onder mijn arm, want ik heb zojuist deo opgedaan. En toen had ik mijn trui al aan, dus ik deed mijn armen weer zo en toen was alles nat. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb mijn tas neergezet, want die gaat zometeen natuurlijk ook mee als ik naar het centrum ga. En voor de rest, heb ik eigenlijk niet zo heel erg veel nodig. Ik heb een paar dingen nodig voor Jesse's verjaardag. Ik moet zo'n boodschappentrolley, zo'n rijkar waar je dan je boodschap in doet als je lopen gaat. Die was in aanbieding bij de Aldi. Dus die ga ik halen, want dat is dus ideaal om daarmee boodschappjes te gaan halen. Dus dat is fijn. Dat ga ik ook zeker doen. Ik ga zo meteen daarna denk ik ook wel gelijk even boodschappen halen bij de Aldi als ik er toch ben. En dan, ga ik weer terug naar huis. Het is een stukje. Ik ga namelijk met de metro naar het centrum. Vervolgens ga ik vanaf het centrum lopen naar de Aldi. Dat is zo'n ongeveer half uurtje lopen. En vervolgens wil ik gaan kijken wat de snelste route terug naar huis is. En ik denk dat dat gewoon weer richting de metro is. Maar dan moet ik nog een stuk verder lopen. Dan dat ik op de heenweg naar de Aldi gelopen ben. Dus het is even kijken wat de snelste weg is. Maar ik denk dat ik wel heel even onderweg ben. Mijn moeder wilde mee. Maar ik zeg, ja, dat heeft geen zin. Want je mag toch maar met één persoon in de winkel in. En als we moeten op elkaar gaan staan wachten, dat is ook niks. Ik weet ook helemaal niet hoe druk het is in het centrum of bij de Aldi. Ik zeg, ja, dan wacht ik anders wel in de auto. Ik zeg, ja, maar dat heeft ook geen zin, want je kan je auto bijna nergens kwijt. Dus, ja, ik dacht, slecht plan. In ieder geval, ga ik even koffie halen beneden. Ik heb wel trek in koffie, dus dat gaan we gewoon lekker doen. En, ga ik eventjes nog een video editen voor ik de deur uit ga. Want dan heb ik dat in ieder geval allemaal lekker gehad. Goed, ik zit inmiddels in de andere kamer. En ik heb even beneden koffie gehaald. En ik ga nu even editen. Want ik gok erop dat ik ongeveer rond 9:15 de deur uit ga. Dan ben ik rond 9:00 ben ik in het centrum. Dan is de Action open om 9:00. En dan ga ik daarna door naar de Aldi en die is om 8:00 al open. Die gaat over 10 minuten precies open. Dus dan ben ik weer 8:10. Maar dan ga ik die halen en dan ga ik daarna weer een lange weg terug naar huis toe. Maar in ieder geval heb ik wel zin om er lekker heen te gaan. Ik twijfel een beetje of ik mijn heuptasje meeneem of dat ik mijn handtas meeneem. Aan de ene kant wil ik mijn heuptasje meenemen, want ik heb toch alleen maar mijn portemonnee en mijn telefoon nodig. En dan de camera die ik erin doe. Want voor de rest gebruik ik niet echt iets. Of ik neem gewoon alleen mijn jas en dan stop ik dan gewoon mijn pasjeshouder, mijn telefoon en mijn camera in. Wat meer heb ik toch niet nodig. Ik denk dat ik voor het laatste ga dat ik niet eens een tas meeneem. Want waarvoor zou ik hem überhaupt meenemen?
als ik toch naar het centrum ga. Dus ja, ik ga nu in ieder geval de video van gisteren editen. Niet zo heel veel gebeurd gisteren eigenlijk. Vrij saaie vlog. Als jullie de vlog van gisteren hebben gezien, dan denk ik dat jullie nog snappen wat ik daarmee bedoel. En namelijk gisteren vergeten te gaan vloggen, 's morgens vroeg. Dus helemaal van het partje af gisteren. Echt waar, het ging niet helemaal lekker. Maar goed, ik ga nu wel in ieder geval de vlog editen. En mijn koffie opdrinken. Ik loop inmiddels lekker buiten. Het is lekker weer. Ik heb wel mijn dikke jas aangedaan, aangezien het er wel fris uitzag buiten. Maar ik vind het wel meevallen eigenlijk. Verder ben ik nu dus onderweg naar het centrum. Dus eerst naar de metro lopen, dan volgens een stukje lopen. Maar goed, ik heb trouwens dit tasje hier tussen gedaan. Hij valt ook even op mijn schouder omdat er niks in zit. Maar nu kwam hij er dus niet af, want nu blijft hij hangen. Dus dat is wel fijn. Ik heb lekker mijn warme jas aangedaan. Ik denk dat het ietsje warmer dan wat ik nu anders aan zou doen. Ik zou eigenlijk mijn dunne jasje aandoen, maar toen dacht ik, nou, ik weet niet of dat zo goed kan. De video is in ieder geval geëdit en geüpload, dat is fijn. Dus ja. Oké, goed. Ik zag de laatste tijd ook een comment onder mijn video. waarom ik maar één oortje draag als ik buiten ben? Dat is eigenlijk om de reden dat als ik twee oortjes draag, dan storen deze oortjes heel erg en dan hoor ik continu maar de helft van het liedje. Dus vandaar dat als ik één oortje in heb, dan doen ze het wel gewoon prima. Dus vandaar dat ik er buiten maar één draag. De andere zit wel in mijn zak, voor het geval dat. Maar goed, nu in ieder geval in de metro. Onderweg naar het centrum toe, even mijn ketting draaien. Ik heb mazzel, want de metro die gaat nu weg. Dus daar ben ik wel blij mee. Niet dat ik nog heel erg lang moest gaan wachten ofzo, want daar zit ik niet zo erg op te wachten. Want die andere metro aan die kant van Rotterdam, die gaat pas over 15 minuten weg. En deze gaat nu weg, dus dat is super fijn. Dus let's go. Mijn telefoon gaat af, volgens mij. Ik voelde wat getril. Ja. En een berichtje. Daar gaan we jongens. Op. Gaan wij weer verder. Oh. Op naar de nieuwe Action en vervolgens een stuk lopen naar de Aldi. Weer thuis. Ik ben de hele dag op pad geweest eigenlijk. Ik ben echt net pas thuis. Ik heb allemaal verjaardagsspullen voor Jesse kunnen halen. Die heb ik gelijk bij mijn opa en oma afgegooid met een kaart voor mij erbij en mijn cadeautjes erbij, want ik ga zondag dus niet mee daarheen. Maar, zit er nou weer op mijn gordijn? Zal wel. Verder heb ik dit tasje gehaald bij een heel leuk boutiqueje bij ons in het centrum. En ik kende die mevrouw, dus ze heeft me alles voor de helft van de prijs gegeven. Dus dat is super chill. Dus ik heb deze gewoon een doorzichtig tasje met zo'n strap. En wacht, laat me die gelijk hier zetten. In plaats van daar. Verder heb ik ook een jas gekocht daar. Een dun jasje. Een soort overslagjas, dus zonder knopen die je gewoon zo alleen over elkaar heen doet. Meer niet. Dus die heb ik gehaald. En verder heel veel boodschappen gehaald. Ik heb bij de Action bijvoorbeeld ook blikjes Arizona gehaald. Super, super lekker. En verder niet zo heel veel eigenlijk vandaag. Ik ben voornamelijk lekker de hele dag op pad geweest en overal heen gewandeld. Ik heb alles lopend gedaan. Op een stukje van centrum naar huis na dan. Want het was toch wel een stukje dat ik dacht van, nou, dat is toch wel iets verder lopen dan ik eigenlijk had gedacht. Ik ga even een jongensbroek aandoen, omdat het kan. En omdat dat lekker zit, hoop ik. Ja, verder ga ik denk ik niet zo heel erg veel meer doen. Ik denk dat ik lekker even op bed ga chillen. Een filmpje kijken of zo. Want ik heb echt serieus, maar dan echt serieus niks meer te doen. En ik ben super moe. Dus ja, wat ik zeg. Ik denk dat ik dan eventjes lekker chill kleding aan ga doen. Het is nu ook al 3:10. Ik heb net pas geluncht. Dus ik ga denk ik even gewoon lekker YouTube kijken of even chillen of even misschien een half uurtje mijn ogen dicht doen. Klinkt ook wel lekker. Dus ja, dat gaan we even doen. En voor omkleden. Goed, ik ben inmiddels weer thuis. En dan zou je denken, weer thuis. Kim, waar kom je nou vandaan?
Ik kom net bij de BCC vandaan, namelijk mijn Huawei. Dat heb ik laatst voor de vorige keer ook al verteld. Mijn Huawei die ik heb gekocht is de laatste tijd echt wel heel erg irritant. Hij valt uit. De oplaadaccu is zo leeg. Het duurt ook uren voordat hij vol is. Ik hoor elke keer niet wie er aan de andere kant van de lijn zit als er gebeld wordt. Het stoort, het hapert continu. Dus ik heb net van mijn laatste kleine beetje geld, wat ik nog heb, deze telefoon gekocht. Dit is de Samsung A20e. En ik heb er een transparant hoesje bij gekregen. En ik heb nu een foto van Maxima's achterkantje gedaan. Ja, dit is voor mij even gewoon iets fijner. Het werkt wat fijner. Het is allemaal net even wat mooier, wat netter. Het heeft ook twee camera's, by the way. Maar verder rest, ja. Kan ik dus gewoon wel weer normaal bellen. En normaal die ik mijn telefoon gebruiken, zonder dat die leeg is. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik ga even gewoon een backup maken van mijn WhatsApp. Oh, ik moet een ander account gebruiken. Inloggen. Dus ik heb dus deze telefoon gekocht. Hij kostte bij de BCC, was hij afgeprijsd van 2 nog wat naar 150. Dus ik denk ja, mooie prijsje nu hij ook zeker afgeprijsd is. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Even kijken hoor. Apps die nog gerestoord moeten worden? Nee. Of die wel? Die niet. Die ook niet, die wel. Die ook niet. Ook niet, wel. Niet, wel. Niet, wel. Er zijn dus nogal wat appjes die... die wel, die ook. Die niet, die wel. Oké, restore. Dan moet ik nog een appje zo terugzetten op mijn telefoon. Maar die heb ik dus gehaald. En eigenlijk ja, met de reden dat ik nu gewoon lekker weer mijn ding kan doen en gewoon weer lekker kan bellen. Hij is iets smaller dan de Huawei. De Huawei is wel dezelfde lengte zeg maar van de telefoon. Maar hij is verder iets smaller. Hij is best wel klein en compact. En dat vind ik eigenlijk weer heel erg fijn. Omdat ik hem heel snel in mijn zak wil steken. Of heel snel eventjes gauw in een tas wil stoppen ofzo. Ik heb er ook een glasbaardje op zitten. Je ziet het niet, want die rand van het glasbaardje is dus ook zwart, net als de telefoon. Dus dat vind ik wel heel mooi, dat het echt wel één geheel is. Maar ja, ik heb een nieuwe telefoon. Ik ga er verder ook niet heel veel moeilijk over praten. Ik wil wel binnenkort weer een WhatsApp mijn phone doen. En ik moet hem opladen trouwens. Ik heb weer een Samsung kabels. Alle Huawei kabels, die heb ik aan een paar gegeven. Want de Samsung die hun hebben, is dezelfde aansluiting als mijn Huawei. Dus ik heb nu weer een Samsung kabel. Die ik dus elke keer in en uit moet gaan meenemen. Het enige wat ik nog wel moet kopen is een oplaadkabel extra. Want anders heb ik een klein probleempje. Want ik heb al mijn Samsung kabels heb ik niet meer. En zo. Ik heb de backup net gemaakt. Dat is mooi. Even overal aan het inloggen en zo. Dus dat is ook wel weer heel erg fijn. Ik heb allemaal mails. Allemaal mails. Jongens. Ongelooflijk. Ik ga even gelijk mijn geluid en alles instellen. Even lekker deze telefoon aan de slag tot hij echt helemaal ready is. Goed. Ik heb zojuist opgehangen met Ash. Er zijn ongeveer 2 uurtjes aan het bellen geweest. Plus al die uren daarvoor nog. Het is inmiddels... Ik moet echt mijn achtergrond gaan veranderen, want dit is echt... Het is 22:48, oftewel tijd om te gaan slapen. Ik ga mijn laptop dichtklappen. Mijn gezicht wassen, want ik heb brandende ogen, dat is niet normaal. En ik ga slapen, want het is gewoon tijd om te gaan slapen. Dus, let's go. Goed, de kussens gaan van het bed. Dat betekent maar één ding. Kim gaat lekker slapen. Tenminste... Dat hoop ik. Niet te hard zeggen, want anders lig ik
vannacht weer wakker en dat weet ik niet. Laatste paar nachten slaap ik heel slecht. Ik weet ook niet hoe dat komt of het ergens aan ligt wat ik doe. Of ik weet het niet, maar ik vertel het nog wel hier. Maar ik slaap dus heel erg slecht de laatste tijd. Wat ik zeg, ik weet dus niet hoe het komt, waar het vandaan komt. Ik heb geen idee. Ik hoop wel dat het snel weer over is. Kijk jullie heel erg zo. Ik hoop wel dat het snel weer over is. Het is niet leuk, laat ik dat zeggen. Trouwens, dan komt die broek aan en een t-shirtje. Meer niet. Zo. Dekbedje erbij. Oh. Dan ligt alleen verkeerd. Dat niet. Een gedoetje. Oké, top. Het ligt. Het staat. Deze gaan uit. En Kim gaat lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen. Doeg.